We beginnen met Peter Dax. Die kennen jullie toch wel? Kennen jullie Peter Dax? Ja. Veel liefde voor Pieter. Pieter heeft natuurlijk een beetje het imago van de ideale schoonzoon. En je weet eigenlijk ook dat dat gewoon altijd zo zal blijven, toch? Ik denk dat Peter Dax nou zeker 3, misschien wel 4 Oekraïnse steden zou kunnen bombarderen. En dan nog zou ik denken, Peter Dax, aardige gast. Toch? Ja, toch? Maar Arjen, heel Kharkov is weg. Jawel, maar toch lijkt me een sympathieke jongen. Ja. We gaan gewoon lekker beginnen. We beginnen met de boy wonder van de comedy. Hij is druktemaker op Radio 1. Hij verzorgde de weekafsluiting bij De Wereld Draait Door en won zowel de slimste mens als de Wim Sonneveldprijs. Laat je horen. Begin alvast maar een beetje met klappen. Maak het groter. Dames en heren, laat je horen voor Peter Dax. Ja, dank jullie wel. Ik kom eigenlijk alleen maar iets vragen. Ik heb lang nagedacht van, nou ja, als ik hier dan sta, wat ga ik zeggen? En het lastige is natuurlijk, Arjen zei het al, ik kan bovenop de actualiteit duiken, maar we zijn niet live. Voor de kijkers thuis, het is nu vorige week vrijdag. Ik heb geen idee hoe jullie erbij zitten, hoe jullie kijken, of jullie vanuit de schuilkelder zitten te kijken. Of jullie in de tuin zitten vanwege de hittegolf die na de sneeuw kwam. Misschien is het kabinet afgetreden over de mondkapjesdeal. Dat zou kunnen. En is er een nieuwe Rutte ontstaan. Hè? Mark Rutte 5. Hij muteert. Ik weet niet of jullie dat ook is opgevallen. Nee, maar serieus. We hebben steeds nieuwe... Deze week een jaar geleden dat Mark Rutte in de kamer stond te liegen om zijn reet te redden. En er is gewoon een nieuwe en we zijn de oude alweer vergeten. Weet je? Het is elke keer een soort... Ik heb ook het gevoel dat we bij Mark Rutte nu een beetje dezelfde houding hebben als bij corona. We hebben eerst heel lang geprobeerd om er tegen te vechten. En om het weg te krijgen. En op een gegeven moment zijn we erachter gekomen dat gewoon niet gaat lukken. En nu zijn we in de fase dat we maar gewoon proberen ermee te leren leven. Het enige wat we kunnen hopen is dat de volgende variant net iets minder schadelijk zal zijn dan deze. Dat is niet... Maar goed, ik weet dus niet. Ik weet echt niet hoe de wereld er volgende week uitziet. Dat is krankzinnig. Maar het zijn natuurlijk hele wankele en onzekere tijden. Ik durf echt niks meer te voorspellen. Ik bracht vorige week mijn zoontje naar bed. Mijn zoontje is 5. En die vraagt dingen. En ik bracht hem naar bed. En toen vroeg hij, papa, waarom is er hier eigenlijk geen oorlog? Best een heftige vraag. En ik moest even nadenken. Gelukkig liep zijn oudere zus op de gang. Die is 7. En die riep meteen, oh nee, maar het wordt hier ook wel weer oorlog hoor. Maar ik hoop dat dat pas gebeurt als wij allemaal dood zijn. ik dacht, dit is al van de laatste keer dat jullie mochten opblijven tot Nieuwsuur. Maar ik dacht, wat ga ik zeggen? Want ik vind het heel moeilijk om... Kijk, voorheen, ik denk tot een paar maanden geleden had ik gewoon gezegd van, ah jongen, oorlog, dat doen we hier niet meer. Daar zijn wij mee opgehouden, dat hebben we geprobeerd, was geen succes. We hebben afspraken gemaakt met de buurlanden. Weet je wel, we vechten niet meer. En bovendien, voor oorlog heb je natuurlijk ook hele specifieke omstandigheden nodig. Dan moet echt wel alles... Vaak historisch gezien ontstaat een oorlog. Ja, dan is er net bijvoorbeeld een pandemie geweest. En dan is er een recessie en gierende inflatie. Op een gegeven moment ontstaan er tekorten aan dingen als graan of brandstof. Dan moet er ook toevallig maar net ergens een dictator zijn met een groot leger dat agressief wordt en buurlanden begint binnen te vallen. Een wat weifelende reactie van de internationale gemeenschap. En dan moet er ook in jouw land specifiek vaak nog een populist zijn die de propaganda van die dictator verder verspreidt. Nou, de kans dat dat allemaal tegelijk gebeurt, die lijkt me heel klein. Maar ja. Ik heb hem uiteindelijk wel gerust kunnen stellen. Ik heb uiteindelijk wel gezegd van, jongen, heb je de beelden gezien van de oorlog? Hij zei, ja. Ik zei, heb je gezien wat daar gebeurt? Want je hebt de tanks zien rijden, ja. En de vrachtwagens, ja. De panzervoertuigen, ja. De helikopters, de straaljagers, ja. Ik zei, nou jongen, dat gaan ze hier qua stikstofnormen nooit voor elkaar krijgen. Ik weet gewoon echt niet meer wat ik... het rare is, het wordt ook steeds schaamtelozer. Dat is het rare. Dat maakt het ook zo onvoorspelbaar. Rusland kwam op een gegeven moment... ze willen het EK van 2028 organiseren. Gewoon in de oorlog, hè, kwamen ze met een bod van... nou, wij willen in 2028 het EK wel. Waar haal je het lef vandaan? Weet je, het enige wat ik dacht, wat er hoopvol aan is... is dat ze er in Rusland blijkbaar dus nog wel van uitgaan... dat er in 2028 meerdere landen zullen bestaan in Europa... En ik dacht ook, het zou een soort uitweg kunnen zijn. Want dat hoor je ook deskundigen vaak zeggen. Die zeggen dan van, ja, maar Poetin moet ook een uitweg hebben. Je moet hem de kans geven om iets anders te gaan doen. Dat hij een reden heeft om ook weer met die oorlog te stoppen. Ik dacht zelf misschien technisch directeur bij FC Antwerp.
Maar ik weet niet of ze daar al iemand voor hebben. Dus, maar dat we dan wel afspreken dat zijn salaris alleen in chocolademunten betaald mag worden. Dat leek mij dan wel een goede deal. Nee, ik hou gewoon echt... Ja, het is niet leuk om te zeggen, het is niet vrolijk. Maar ik hou echt mijn hart een beetje vast. En dat merkte ik toen mijn zoontje dat vroeg. Want ik heb die vraag vroeger zelf ook gehad. Ik ging met mijn ouders naar van die musea over de Tweede Wereldoorlog. En dan zag ik die jongens bij Normandië het strand oplopen. Mijn grootste nachtmerrie was dat hier dan ook zou gebeuren. Dat het hier oorlog zou zijn en dat ik dan zou moeten. Want dat is natuurlijk het hele ding. Als man moet je. In Oekraïne ook, de mannen moeten daar nu blijven om te vechten. He, dat je ook denkt, ja... We hebben nou toch een paar feministische golven gehad. Het is ook wel heel toevallig dat ze net dit ene puntje vergeten zijn te regelen. Toch? Een beetje cherrypicking van de feministen. Ik weet niet of de woorden cherry en feminisme in één zin trouwens... Nou ja, goed, laten we zitten verder. Nou goed, maar ik dacht dus... Kijk, als ik dus echt niet kan voorzien hoe de wereld eruit ziet... op het moment dat dit wordt uitgezonden... ik dacht, laat ik dan gewoon iets concreets vragen. Er is namelijk op dit moment een verkiezing gaande. De verkiezing voor het insect van het jaar. En ik ben officieel gevraagd als ambassadeur van de waterschorpioen. Ik weet niet precies wat het over mij en mijn carrière zegt... dat ik die vraag heb gekregen... Collega's zijn ambassadeur voor UNICEF, Save the Children, War Child... En ik voor een geleedpotige. Het is ook een beetje een raar beest. Hij heet dus de waterschorpioen. Het is geen schorpioen, het is een wans. Maar hij heeft een soort angel. En daardoor lijkt hij op een schorpioen. Maar dat is dus ook geen angel. Het is een adembuis die uit zijn reet komt. Nogmaals, ik heb geen idee wat het over mij en mijn carrière zegt... dat ik deze taak heb gekregen. Maar hij gaat dan net onder het wateroppervlak zitten... en dan steekt hij die buis naar boven om adem te halen. He, dus het is een soort hele lange staaf tussen zijn benen... die hele tijd naar boven steekt om dat iedereen hem goed kan zien. De Latijnse naam is de Marcus Overmarsis. hij behoort tot de familie van de Me Too Oiden. Die naam moeten we trouwens veranderen. Dat begint me op te vallen. Dat hele Me Too dat begint te verschuiven. Vind ik een goede ontwikkeling. Het gaat namelijk de laatste tijd alleen nog maar over de daders. Ik weet niet of jullie het ook eens opgevallen. Je hoort steeds de naam van iemand die iets gedaan heeft... en dan moet diegene verantwoording afleggen over wat er is gebeurd. Het begon natuurlijk als Me Too. Dat juist de vrouwen het moesten uitleggen. Dat de vrouwen zelf moesten gaan vertellen... het is mij ook overkomen. En dan moesten gaan vertellen wie er waar en wanneer aan ze had gezeten. En dat is blijkbaar dus toch verschoven naar He Too. Oh, hij ook. Oh, oké. Okay. Ja. Vind ik een goede ontwikkeling. Ja, wou ik gewoon even zeggen. Vind ik een goede ontwikkeling. Vind ik mooi, ja. Toch? Nee, dat is gewoon... Ik maak me over mezelf ook geen zorgen. Arjen refereerde al aan mijn imago. En dat is... Dat klopt ook. Ik heb nooit een dikpik verstuurd. Ik stuur überhaupt ook niet... Ik stuur mijn vrouw überhaupt nooit geile berichtjes. Maar dat is ook omdat mijn kinderen de code van de telefoon hebben. boodschappenlijstjes. Dat is denk ik het voornaamste wat ik stuur. Boodschappenlijstjes. Dan schrijf ik alles wat we nodig hebben op mijn lul. En dan maak ik daar een foto van. Het is ook helemaal geen grap voor mij dit, hè? Nee. Maar goed, ik ben dus ambassadeur van de waterschorpioen. En daar kunnen we heel lacherig over doen met z'n allen. Maar ik dacht, misschien is het ook goed om dit juist even heel serieus te nemen. He, want insecten zijn superbelangrijk. En ik weet niet of het jullie is opgevallen... maar het gaat niet zo heel goed met de beestjes en met de planeet. Het is 30 graden te warm op allebei de polen. He, er is wel iets aan de hand. En daar maak ik me ook zorgen over. Dat op de dagen dat ik me geen zorgen maak over de oorlog... maak ik me druk over alles wat er daarna nog gaat komen. Dat gevoel heb ik toch ook een beetje. Dat we in een soort voorprogramma zitten. En misschien kunnen we dat ook allemaal wel weer aan als mensheid. Dus ik wil er nog niet... Ik heb wel geleerd de afgelopen 2 jaar... dat we zijn ook gehard geraakt. Ik heb ook het idee dat we nu meer aan kunnen dan 2 jaar geleden. Waarin de winter allemaal stormen. Je had op een gegeven moment die 3 stormen achter elkaar. Corrie en Dudley en Eunice. Toen keek ik op het heftigste moment van de storm. Was op een vrijdagavond. Keek ik op het weerbericht bij nu.nl. En het barbecuecijfer voor die dag was een 2. He, dus er was toch nog iemand die dacht van... nou, als je de luchtklep goed dicht houdt, dan krijg je nog wel aan de gang, hoor. Dus nou ja, de mens past zich ook aan, dat wil ik alleen maar zeggen. Maar ik maak me wel zorgen over alles wat er met dat klimaat gebeurt. Vooral ook omdat ik het idee heb dat we de hele tijd een beetje voor ons uit blijven schuiven. Omdat we veel te makkelijk afgeleid raken. Hè, en dat we dan weer in iets anders duiken. Ja, er is nu een oorlog en de gasprijs is nu zo hoog... dat het weer rendabel wordt om nieuwe gasvelden aan te boren. Weet je? Dan denk ik, oh god, daar gaan we alweer, weet je wel. Dat kan ik wel. En we zijn gewoon te vaak druk met dan welke acteur, welke comedian op zijn bek heeft geslagen. Of wat Hugo de Jonge nou precies geappt heeft over in een tent of uit een tent pissen.
überhaupt een hele rare metafoor was. Ik vond het vooral ook een beetje een benauwd wereldbeeld. Dat er maar twee soorten mensen zouden zijn in de wereld. Hè? Je hebt mensen die van buiten de tent naar binnen pissen. En mensen die van binnen de tent naar buiten pissen. Dat je denkt, er zijn ook mensen die gewoon naar de wc gaan. Toch, er zijn ook mensen die gewoon met een rolletje onder de arm keurig 's nachts nog naar het toiletgebouwtje wandelen. En Hugo de Jonge zelf lijkt mij ook niet in één van beide categorieën te vallen. Hugo de Jonge zelf lijkt mij meer iemand die gewoon lekker staat te kletsen en dan denkt, hé, mijn broek is nat, waar komt dat ineens vandaan? Maar goed, de waterschorpioen, dat wil ik alleen maar zeggen, is dus misschien wel gewoon net zo belangrijk als de WK-loting of het nieuwe huis van de familie Meiland. Sterker nog, misschien is hij wel belangrijk. Want hij speelt een belangrijke rol in ons hele ecosysteem. De waterschorpioen eet muggetjes. Hij eet larven van muggen vooral. Dus je wordt meerdere keren per dag niet gestoken dankzij de waterschorpioen. Dat alleen al. En hij eet ook nog eens specifiek, want hij komt over de hele wereld voor. Hij eet ook muggensoorten die bijvoorbeeld malaria verspreiden. Of het West Nijlvirus. Dus je kan zeggen, de waterschorpioen doet op dit moment meer aan virusbestrijding dan Ernst Kuipers. Dat is hoe de situatie ervoor staat. Ja, nou ja. Dus hij is belangrijk. Ik dacht, misschien is dit gewoon een mooi moment om jullie gewoon de simpele vraag te stellen. Er is een verkiezing gaande op taxonfoundation.com. Maar je kan het ook gewoon even googlen voor het insect van het jaar. Het is een verkiezing. Het is een van de weinige verkiezingen ook op dit moment waar geen fascisten aan meedoen. Dat maakt het ook extra prettig. Hoewel ik het zanddakje en de veenmol nog niet helemaal vertrouw wat dat betreft. Maar mijn simpele vraag eigenlijk aan jullie is om gewoon een keer belangrijk te maken wat echt belangrijk is in het leven. Om te kiezen voor de pure essentie van ons bestaan. Stem waterschorpioen. Dank je wel. Ik vond het vrij verhelderend. Ik kwam Pieter laatst tegen in de supermarkt. En toen had hij in zijn mandje alleen maar kaas en een ei. En dat heeft hij niet meer nodig. Maar nu begrijp ik het. Hij schrijft zijn boodschappenlijstjes op zijn lul. Dankjewel. Niet een heel aardig grapje voor iemand die net voor jou is komen optreden. Dankjewel. Geef hem nog een applaus voor deze kutgrap. Pieter Derks. Oké. Mensen, de winter is voorbij. Als je een strak algoritme wil hebben in de zomer, kijk dan nu verder op NPO Start.